Goed kunnen slapen beslaat een groot onderdeel van onze gezondheid. Want zonder een goede nachtrust zijn we de andere dag niet veel waard. Concentratie, productiviteit, lichamelijke ongemakken of een slecht humeur steken de kop op. En dat is voor jezelf en je omgeving niet prettig. Als je in de nacht niet goed slaapt, dan is dat helemaal niet zo erg. Daar kom je snel weer overheen. Het wordt pas zorgelijk als je langer dan drie maanden slecht slaapt. Je kan het dan een chronische vorm van slapeloosheid noemen. In deze Beter Slapen cursus leg ik je een aantal slaapstoornissen uit, zodat je hier een beter overzicht van krijgt. En misschien klinkt er wel iets bekend in je oren en kun je tenminste gaan handelen, zodat je weer lekker kan gaan slapen. Slecht slapen kan ook komen doordat je een verkeerd voedingspatroon hebt. Of je eet en drinkt te laat op de avond, zodat je onrustig slaapt en geen diepe slaapfase bereikt. Je rust hierdoor dus niet goed uit. Toch zijn er ook voedingsmiddelen die juist slaapbevorderend werken. En ook hier zal ik je over vertellen. Naast voeding is het creëren van een slaapritueel een belangrijk onderdeel van het naar bed gaan. Je bereidt je lichaam en geest voor, of anders gezegd, je bouwt de dag af, zodat er een mooie overgang ontstaat om rustig in slaap te vallen. En dat doe je dan het liefst in een goed opgeruimde, goed geventileerde slaapkamer. Wat behandelen we nog meer in deze Beter Slapen cursus? Je slaaphouding, want deze zegt iets over jou als persoon. Wat er gebeurt in de slaapfases. Dat goed wakker worden wel degelijk te maken heeft met het goed kunnen slapen. En wat het nut is van stretchen en gapen. En ik geef je een aantal slaapbevorderende alternatieven. Uiteraard kun je gebruik maken van diverse slaapverwekkende yoga- en meditatielessen die je kan doen vlak voordat je naar bed gaat. En zo hoop ik dat je beter in slaap zal vallen en dat de kwaliteit van je slaap wordt vergroot. Want vergeet niet dat je een derde van je leven slaapt en dat het echt een zeer groot en belangrijk onderdeel van je leven is. Ik wens je daarom heerlijke nachten van rust en herstel zodat je optimaal kan genieten van je dagelijkse leven en er alles kan uithalen wat erin zit.